10 jaar geleden sloten we het energieakkoord. Dat was het startsein voor serieus werken aan de energietransitie in Nederland. Wat is er veel gebeurd in de tussentijd? In de eerste helft van dit jaar was de helft van onze elektriciteit hernieuwbaar. Als we alle Nederlandse zonnepanelen achter elkaar leggen, kunnen we al 2 keer de aarde rond. Tegenwind maakt gestaag plaats voor turbines op land en op zee. We rollen de loper uit voor het 1,5 miljoenste geïsoleerde huis. Steeds meer mensen worden minder afhankelijk van gas, dankzij isolatie en warmtepompen. En we halen warmte diep uit de aarde. Draadpalen langs de weg werden laadpunten en dat zijn er al 136.000. Er rijden nu 200 keer meer elektrische auto's dan in 2013. Dat is pas van A naar beter. Steeds meer ondernemers snappen dat zuinig produceren gewoon slim ondernemen is. Netbeheerders legden 60.000 kilometer aan kabels. 1,5 keer de aarde rond. De tijd tikt, vliegt en dringt. 10 jaar zijn zo voorbij. Niet alles, maar wel veel hebben we bereikt. En dat geeft nieuwe energie om de transitie te versnellen. Op weg naar 100% schone energie.